We zijn op de bedrijfsweg 12 in Nijmegen bij het terrein van HSF voor een vrachtautobrand. Zoals u ziet op de achtergrond heeft er een vrachtauto gebrand, de trekker in dit geval. Ook de cabine is daarbij aangestraald. Daarbij is opgeschaald naar middelbrand, is ook een SBH ingezet en inmiddels zijn wij brandmeester en zijn we aan het afbouwen. Nee, oorzaak is onbekend, wel is bekend dat de brand is begonnen in de cabine. Nee, er zijn geen slachtoffers gevallen. De melding is ook gedaan vanuit het bedrijf zelf. En de chauffeur kon ook aangeven dat de cabine erachter dat die leeg was.